De wijsheid van de jaguar, Diego's avontuur in het Amazone regenwoud. Diego werd op een ochtend wakker en besloot dat hij het Amazone regenwoud wilde verkennen. Hij zette zijn ontdekkingshoed op en begon aan zijn grootste avontuur. Terwijl hij door het weelderige groene bos liep, hoorde hij de schreeuwen van kleurrijke ara's die boven zijn hoofd vlogen. Diego stopte om te kijken hoe de Ara's speels doken en door de lucht zweefden. Hij was verbaasd over hun felle veren en gracieuze bewegingen. Plotseling hoorde hij geritsel in de bomen en zag hij een groep speelse apen van tak naar tak slingeren. Diego lachte toen de apen kletsten en om hem heen sprongen. Ze waren zo grappig en vol energie. Terwijl hij zijn reis voortzette, zag Diego een majestueuze jaguar onder een boom rusten. De jaguar keek hem aan met zachte ogen en benaderde langzaam. De jaguar sprak met Diego in een diepe, rustgevende stem. Hij vertelde hem over het belang van het behouden van het regenwoud en hoe elk wezen een vitale rol speelde bij het handhaven van de delicate balans van hun thuis. Diego luisterde aandachtig en voelde zich dankbaar voor de wijsheid van de jaguar. Na hun gesprek leidde de Jaguar Diego naar een prachtige open plek, waar hij de uitgestrektheid van het regenwoud kon zien. Diego voelde een diep gevoel van ontzag en verwondering voor het prachtige landschap voor hem. Hij wist dat hij altijd deze ervaring zou koesteren en zijn best zou doen om het Amazone regenwoud te beschermen. Terwijl de zon begon te zakken, nam Diego afscheid van zijn nieuwe vriend, de Jaguar, en maakte hij zijn weg terug naar huis. Hij droeg de herinneringen aan zijn avontuur. De bezienswaardigheden en geluiden van het regenwoud, en de waardevolle les die hij had geleerd over het belang van het behouden van de natuur, met zich mee. Diego viel die nacht met een glimlach op zijn gezicht in slaap, in afwachting van zijn volgende geweldige avontuur.